In deze video behandel ik de VWO-examenvragen die afgelopen jaar opvielen. Wellicht zie je deze type vragen terug in het komende examen en dus is het slim om daarop voorbereid te zijn. In het VWO-examen zaten opmerkelijk veel vragen over de toon van de schrijver. In het eerste tijdvak waren dat er twee en in het tweede tijdvak maar liefst drie. In het derde zat er één. Ik zet de verschillende vragen voor je op een rij. In deze meerkeuzevraag moet je aangeven met welke omschrijving de toon in de tekst het beste te typeren is. Allereerst moet je begrijpen wat de antwoordmogelijkheden betekenen. Weet je dat niet, dan zoek je ze op in je woordenboek. Vervolgens kun je niet de gehele tekst opnieuw lezen en dus heb je hopelijk tijdens de tekst al opgepikt welke toon de schrijver aanslaat. Het is altijd slim om het slot nog eens door te lezen want daar kun je vaak één van de antwoorden vinden. Let erop dat allebei de toonzettingen op de tekst van toepassing moeten zijn. Een ander soort toonvraag is de volgende. In deze vraag moet je nagaan welke vijf woorden of woordgroepen uit deze lijst een negatieve houding hebben ten opzichte van de media. Je moet dus echt alle woorden in de tekst opzoeken en kijken naar de context waarin die woorden zijn gebruikt. Als een woord negatief bedoeld is, dan kijk je of deze negatieve lading betrekking heeft op de media. Als dat het geval is, heb je een goed antwoord te pakken. In deze vraag moet je uit tekst 1 drie woorden citeren die het ingenomen standpunt versterken. Je leest dan natuurlijk alinea 13 opnieuw en je onderstreept de woorden die zijn gebruikt om de mening van de schrijver kracht bij te zetten. In deze vraag waren realistisch, sprookje en duurzame tussen aanhalingstekens het goede antwoord. Uit het woord realistisch blijkt dat zijn standpunt beter is dan het onrealistisch andere standpunt, het sprookje dus. En duurzame tussen aanhalingstekens geeft aan dat het volgens de schrijver juist niet duurzaam is. Dat versterkt dus zijn mening. In de beschrijving van deze video zal ik alle examenvragen opzommen waarin de toon wordt bevraagd. Dan kun je ze gericht oefenen. Daarnaast werden in het afgelopen examen meer vragen gesteld over beeldspraak en stelfiguren. Over beide onderwerpen heb ik een video gemaakt, die je terugvindt in de beschrijving van deze video. Zo was er deze vraag over metaforen, die niet bepaald makkelijk geformuleerd was. Simpel gezegd staan er bovenaan in dit schema twee metaforen dik gedrukt. En jij moet uit alinea 6 de zinnen of zinsgedeelten citeren die betrekking hebben op die metaforen. Voordat je deze vraag kan beantwoorden, moet je natuurlijk weten wat een metafoor is en vervolgens bekijken of je snapt wat de metaforen in deze vraag betekenen. Dan pas kun je op zoek naar de juiste antwoorden. Ik kan me niet herinneren dat er in een examen Nederlands een open vraag over stelmiddelen zat. Dus dat maakte deze vraag zeker opvallend. Welk stelmiddel zie je in het gegeven citaat? Als je geen flauw idee hebt wat stelmiddelen zijn, dan had je een probleem. Want als je dit woord opzoekt in het woordenboek staan er geen voorbeelden van stelmiddelen bij. Handig om alle stelmiddelen dus toch even door te nemen voor je examen. Bekijk dan mijn video daarover. In dit citaat kun je overigens erg veel stelmiddelen vinden, zoals spot, ironie, sarcasme, een hyperbol of overdrijving. Dan deze vraag over drogredenen. Waarom was deze opvallend? Meestal staan er bij vragen over drogredenen al een aantal drogredenen gegeven waaruit je kunt kiezen. Maar dat was hier niet het geval. Je moest dus zelf de juiste drogredenen benoemen en die had je dus uit je hoofd moeten kennen. Als je die nog niet kent, bekijk dan mijn video over drogredenen. Overigens was het antwoord op deze vraag niet moeilijk. Het was een vals dilemma, maar dat had je dan wel moeten zien. En goed kunnen benoemen. We eindigen met een primeur, want voor het eerst zat er in het examen een vraag met een grafiek. Bij VMBO-examens komt dat al langer voor, maar in het VBO-examen heb ik dat nog niet eerder gezien. Wat is nu de bedoeling? Jij moet de informatie uit de grafiek halen en koppelen aan dat wat je in de tekst hebt gelezen. Lees de vraag rustig. Jij moet aangeven of de grafiek gebruikt kan worden als argument voor een snelle digitalisering in het onderwijs. Dit moet je vervolgens uitleggen. Uit de hoofdtekst heb je moeten lezen wat snelle digitalisering in het onderwijs is, en dus zou je met de gegevens uit de grafiek moeten bepalen of het een argument kan zijn. Het goede antwoord in deze vraag moest zijn dat het niet gebruikt kan worden als argument omdat uit de grafiek blijkt dat digitale middelen een negatieve invloed hebben op de studieresultaten. Let er dus op dat je in je antwoord expliciet de resultaten uit de grafiek benoemt. De andere vraag die bij deze grafiek werd gesteld was of de grafiek gebruikt kon worden als ondersteuning van de hoofdgedachte bij een alinea uit de tekst. De eerste stap om deze vraag te beantwoorden is de hoofdgedachte, de zin die de alinea samenvat, te vinden. Vervolgens leg je de informatie uit deze hoofdgedachte naast de informatie van de grafiek neer. En dan had je moeten zien dat de grafiek niet kan worden gebruikt als ondersteuning van de hoofdgedachte, omdat uit de grafiek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over de invloed van digitale middelen op contact met vrienden. Ook hier moet je in je antwoord de informatie uit de grafiek expliciet noemen. Ik hoop dat je met deze video weer wat beter bent voorbereid op je examen. Abonneer je op mijn kanaal en geef deze video een like als je er iets aan hebt gehad.